Vandaag las ik een artikel in de krant, in de Trouw, over kindhuwelijken in Nigeria. Iedere keer als ik dit soort artikelen lees, ben ik diep geschokt. Het is een groot schandaal dat wereldwijd meisjes onder de 18 gedwongen worden om te trouwen. Niet alleen door de man met wie ze trouwen worden ze gedwongen, maar door de samenleving, door de ouders, de familie, worden ze gedwongen om met mannen die hun vader kunnen zijn, te trouwen. Kindhuwelijken betekent voor meisjes dat ze niet meer naar school kunnen gaan. Dat ze, wat veel erger is, op hele jonge leeftijd seks hebben met een man die ze helemaal niet willen. Met een man waar ze niet verliefd op zijn. Het betekent dat ze geen verliefdheden mee kunnen hebben. Het betekent dat als ze zwanger raken, ze vaak te bevallen van een baby en daardoor incontinent zijn. Omdat hun lichaam nog veel te jong is om kinderen te bevallen. En wat veel erger is, veel meisjes zullen daardoor ook sterven, omdat hun lichaam nog lang niet rijp is om een kindje te dragen. Vind jij ook dat door kindhuwelijken alle ontwikkelingskansen van meisjes weggenomen worden? Vind je dan ook dat kindhuwelijken wereldwijd afgestraft moeten worden? Als je dat vindt, doe er iets aan. Ga bijvoorbeeld naar de website van Plan Nederland en steun de actie Because I'm a Girl. Doe iets. Ga naar de website van Plan Nederland, www.plannederland.nl.